Dit is een dolmen in de buurt van de grens van Portugal. Het is het Anta-type. En dat herken je doordat het een hele grote kamer heeft met grote platen die tegen elkaar aanrusten. Deze heeft ook een hele duidelijke gang. We zijn de afgelopen weken ook in Andalusië geweest. Daar heb je onder andere Los Milares. En daar zijn koepels gebouwd met ook zo'n grote kamer erin. Alleen die koepels die zijn gestapeld. En deze zijn gebouwd met grote platen met een deksteen erop. Het bijzondere nou is dat deze als een beetje 3800 voor Christus, sommige zelfs 4000 voor Christus gebouwd zijn. Terwijl die in Los Milares ongeveer van 3200 voor Christus zijn. Het zou heel goed kunnen zijn dat dit de oorspronkelijke types waren die later om prestigeredenen gebruikt zijn in Zuid-Spanje. En daar met de invloeden van vanuit het oosten, waar men al huizen bouwde met gestapelde stenen, dat met die combinatie van die twee die koepelgraven zijn ontstaan. En die koepelgraven waren dan niet meer voor families of nederzettingen, dorpsgemeenschappen zoals deze Anta's, maar voor koningachtige heersers die zo'n koepelgraf voor zichzelf en voor de eigen familie bouwden. Bij wijze van piramide zou je kunnen zeggen, maar dan 500 jaar eerder in Zuid-Europa.